komt hij nou met de boot hierheen? Ik weet niet. Manier. Hij stroomt nog niet vol met water, dat scheelt. Daar zit hij denk ik te wachten. Ja, als hij omdondert. De poen. Rappen als hij dood, dat is prachtig. Ja, het laatste moment pleut hij erin. Waarschijnlijk uitstopt, dan heb je dan dat hij dood gaat. Staat hij erop of niet? Nee, net niet. Ja, hij zit hem uit. Hij zal op opname. Ik heb wel dat hij nou aan het zwemmen is. Ik loop hierheen. Met die camera. En daarom riep ik ook al. Ja, waar gaat het nog een beetje? Ja, wij vonden ik hoor hier verder niet. Ik dacht vanaf gaat het wel goed. Ja, ging ook wel goed. Ik vind het niet erg als ze een beetje moeten lachen. Hè? Ja, maar dat maakt me niet druk. We laten me even op mijn hand komen. Ik vond het zo mooi. Ik wel een mee. Ik zag ze zo bellen. Met die heren. Hoe is die weg? Ja, die hebben net hier op de camera staan. Zeg maar, die poli zwaarder helemaal. Nee, net deed anders, die oefening. Niet die barbecue oefening of die bieroefening van die sportschool. Ja, kom maar. Gewoon één keertje. Ze mogen je ook wel van lul zetten, kom op. Hé hey, Hunter, laat eens zien. Ik sta al van lul met mijn zwembroek aan bij die reddingsactie. Ik had het paard open. Hij had all the green stuff from the lake. That all was sitting in my underwear. Was it the weight or the little like the jelly balls? Yeah, the balls they come from so I'd hit here all my balls. The snarling. No YouTube. No problems with sitting. We are the first one who come at big catch on the internet with a real big catch. Big catch TV, okay. Yeah, even we didn't know we had one that big. No. We have a picture of it. Oh, we have it on camera. Is dat beter? Dat is goed. Gaan zo doen. Ja, en Erik die kan wel high-tech lijntjes knippen en dat en zo. Ja, ik zit dan aan de verkeerde kant. Ja. Met een beetje geluk is het opgelost, maar een beetje geluk krijgen we dan naar boven. Ik zou het maar berekenen eigenlijk. Ik ben op het eiland gegaan en ik heb nog een beetje gewoon. Ja. Die lijn zit er nog. Dus dat zoiets wint van het overgetrouw bij je. Ja, inderdaad. Die duo-kooi. Duo-kooi? Ja, daar houdt maar op duo-kooi. Dan weet waar je met promissen nemen. Wat is dit dan wat jij? Ik ga niet meer met minder vis in Frankrijk. Niet met meer van bijvangst en dergelijke. Dat is niet meer. Dat heb ik al een keer afgelegd. Ik ben gewoon in Frankrijk van 30 naar 5 met. In Nederland van 30. Dat is top. In Frankrijk met de bijvangst heb ik toch wel een nieuwe net iets meer. Kan het zo. Je weet nooit wat.
Oh, hij flits niet meer, hè? Als je lekker weer binnen zit, dan ben ik verregend. Nou, flits hij niet meer. Ik kan niet zeggen, dat is een super mogelijk. Zo ver weg gaan ze niet, dus daar heb je gelijk voor nodig. Zit je er nou boven? Zit er nog vis aan? Nee, zeker. Een brasem. Ik heb daar mijn leven voor op spel gezet. Ja, helemaal zwemmen voor een brasem.